Ik kan maar 7k. Wat? Komt er nou een leukere sumo? Weet ik niet. Ik heb die nog niet gespeeld, de vierde. De Combo Tech deed de vorige ook alleen met andere auto's van die Sheridans. Van die coupeetjes. Echt stom. We hebben wel de 20 subs gehaald bij Brass. Ja. Oh god. Nou. Maar we gaan nu nog geen special doen, toch? Bij de 50 pas. Ja, bij de 50. Ja, ik ben even op Brass inklocht. Ja, hier, 20. Oh, maar het is nou even, het is weer wachten. Een S-schaal, nee, op de meeste bank. Wacht even hoor, number of team 2 rounds. Er zijn maar 2 rounds, oké. Okay. Confirm. Nou leuk toch. Zo, gaan beginnen. Oké, mijn vulletjes snel. Zullen we allebei de dilettante doen? Oké. Weet je wel welke dat is? Ja. Oh, ik zit bij jou in het team! Ja. Oh nee. Oh ja, dit is grappig. Oh, het is gewoon een familieauto. Nee. Oh, hoe? Jezus, hoor ik bij! Ah! Dit is veel te lastig. Met deze auto. Oh, yes! Wat? Jee, nee! Ik heb er zo weinig cash voor. Omdat je ook langer in de game moet zitten voordat je pas iets van 5k cash. Wij waren echt flink aan het kutten, jongen. Jij ging even je skills naar achteren laten zien. Ja, en toen viel ik eraf. Ik staf het gelijk hartstikke mooi af. Ik hoor je echt super goed je Simpsons eten. Dus pam, 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 pam. Nom, nom. Ik heb zin in morgen. Wat dan? We gaan voor het eerst naar het middelbaar. Ik lekker niet. Ik ga alleen nog mijn rooster ophalen. Nee, wij ook niet. Ik ga ook mijn rooster ophalen. Nee. Oh. Ik heb mijn rooster al en zo. Echt, maar wat ga je dan morgen doen? Ik denk wachtwoord van mijn gisteren en zo krijgen. Oh, we zijn maar naartoe dan. Oh, helikopter! Oh, wacht, als je niet kunt pakken, hè? Helikopter? Oh ja, proberen. We gaan proberen te pakken, oké? Okay? Oh nee, we kunnen niet uitstappen. Even bij, het is maar weer geboekt. Nee! Oh, dan kijk je dat. Dat is een private bobjet van Bob en Teun. Die grapje dat het even Bob al maar dit is echt saai deze met deze auto's vooral. Maar we zijn even sterk. Doei! Agnet. Niet, jij bent sterker. Wat zeg jij? Oeh, gefaked. Oh nee. Hier, wie is er nu sterker? Wat? Hoe kan dit? Het is onmogelijk. Deze is echt wel een van de saaiers. Deze auto's zijn zo ongelooflijk slow. Oké, dit is wel een beetje saai. Ja, dit is echt super slim. De eerste is leuk. Nee, rij jij er maar even af. Ja, rij er maar even af. We hebben nee, daar nee, rij jij er maar even af. Jij... Ja, jij er wel af. Nee. Nee! Nee! Mertje, jij hebt gewonnen. Oh, yes, 10k erbij. Ik heb 4k erbij. Nee. 10k, 16 JP. Maar wie heeft de playlist gewonnen? Ja, jij. Weet ik niet hoor. Hoor Bram mij nu? Ja? Ja.
Noah. Wat? Stil. Aan de ogen. Je hebt een dikke bil. Noah. Hey, playlist winner. Krijg ik er ook nog geld voor omdat ik de playlist heb gewonnen of niet? Ik heb er 1 euro voor. Ah ja, daar doe ik het wel voor. Ja, ik ook wel. Jij hebt 50 cent. Nee. Kom, dan gaan we weer de playlist weer opnieuw doen. De playlist overnieuw? Ja, natuurlijk. Oké. Let's do this. Do this. Do this. Papa let's go. Oh yeah, je kunt die Grand Theft Auto 5 doen. Heeft zijn facecammetje aan. En de kut facecam. Oh. Zo. Waarom duurt het allemaal zo lang, Esche? Ik heb geen idee. Weet je dat? Wacht dat ik naar beneden was. Een bak slips is gevallen. Aha. Oh, nu moet ik alles opruimen. Nee, Rip Chimpies 2017-2018. Oh ja. Maak aan je broertje alsjeblieft. Ja. Hey. Huh? We zijn weer weg. Oh ja, wacht, de playlist was afgelopen. Wacht even hoor, ik ruim even de chimpies op. Oh. Noah, ga weg! Oh. Ik heb 37k erbij. Ga weg. Hoeveel kost een warehouse eigenlijk? Duur, dat kost best veel geld volgens mij. We kunnen het überhaupt kopen. Nee. Oh, oké, okay, gaan we de playlist opnieuw doen? Oh ja, trouwens, ik heb mijn nieuwe Allegear. Ik heb de Allegear getuned. Ik wist niet of het niet mooi zou worden, maar... Check ja, deze uit. Oh, hij is mooi. Hoeveel geld heb ik nu eigenlijk? Ik heb 56k door die potjes, hè. Ik heb ook niet echt veel. Hey, bij Dynasty kun je niet kopen. Kun je het bij Maze Bank? Oh nee, bij Maze Bank voor close. En morgen slaap in bad. Noah. Ja, op zijn koffie. Geen... Oh, ik heb koffie. Waar stap Cash and Carry? Je hebt op zich best wel duur. Je best wel een dikke auto steken hoor. Wacht even hoor. Esche, wat ben je aan het doen dan? Huh? Oh god. Wat ga je doen? Zo, ik ben er weer. Oh, hallo. Gaan we overnieuw doen of niet? Ja, is goed. Geld maken. Ga ik hier maar starten dan? Ik weet niet dat je gezellig bezig bent met al die jongens.
Hier, zal ik even helpen? Lekker. Ik moest wel 600k betalen om ze in de finish weer te kunnen repareren. 600k? Oh nee, 6k, sorry. Dag. Maar je fouten voor je. Ik heb even een fouten voor jouw playlist. Oh ja, ik ga hem nu aanmaken. Wat? Oh. Playlist, my playlist. Sumo. Let's play sumo. Wat? Is dat hier een random baatje op het spek? Ik heb een random baatje. Oh, ik ben al dood. Ik ben alweer dood. In fight. Ik ben niet in fight, bro. Mhm. Oh, hoppa. Nog één kogel. Best explosie ooit. My friends playing GTA. Ik heb een geglitchte man. Deze man kan niet dood. Ik ook, oh, we komen. Oh god, we hebben een hacker in de game. Ik heb geen idee, maar join je? Ik word aangereden! Snel! Oh, join met hem, ik ben net niet dood. Echt een vieze man. We moeten een keer met meer mensen. We moeten echt een keer meer mensen hebben. Oké. Okay. Dan moeten we nog lekker, 50 seconden wachten. Ik hoop dat er toch wel iemand hem even accepten. Oh, Wolfie Boys aan het joinen. Wolfie Boys? Ja! Yes, lekker! Waar gaan we elkaar in het team, oké? Ja, yeah, boy. Oké, wij nemen natuurlijk wel weer we nemen natuurlijk geen Banshee. Dat is echt een poepauto. Nee, we nemen Turismo R. Ja, tuurlijk nemen we die. Yeah! Yay. Oké, ik heb het. Zentorno! Zentorno! Ik doe de Turismo R, want die is fijner. Oh ja, dat is inderdaad wel waar. Die is dan. Nou, niet fijner met rijden, maar ik vind het wel fijner met deze game. Oh, ik moet even ready doen. Oké, hij is ready gedaan, dankjewel. Ik zei het en precies toen deed hij. Nou, rijden nou niet precies, maar een beetje. Nou, moet dat auto hebben. Jij bent zijn meester, Bram. Hij luistert naar jou. Zeg val van het dak. Een schoon hebben? Er zijn Torno en zo'n cheetah. Wat? Wolfie Boy heeft een goede auto. Oh ja? Oh, ja, hij redt me over me heen. Oh, wil je vent eraf? Wat? Ik ken hem gewoon niet verder. Oh, Esra, help even. Die Wolfie Boy aan de kant. De legend! Oh, hier de legend bij eraf. Ik heb echt een goede auto. Die kun je gewoon niet rammen zo maar. Het is ook wel anders. Oh, ik word geramd. Oh, kak. Mijn auto, jongens. Heb ik hem? Yes, ik heb hem. Ik heb hem af. Wolfie was knocked out. Oké. Okay. Die legger is echt kapot goed. Die heeft echt een auto. Oh! Ja! Ik beuk hem af. Nee. Ik beuk hem. Nee, ik slip te veel. Ja, vet. Beuk hem. Oh. Nee! Oh! Hij is een vijvertje! Maar ik slipte net te veel. Ik slipte. Ja, maar die auto's komt dus sneller dan onze. Oh! Oh! Oké, okay, laat maar gewoon staan. Oh! Hij is goed! Ja, maar even een snelle auto. Dus ik had wel de auto's in tonen moeten pakken. Oh, hij is er weer. Buk hem! Ja, nee! Ik rende al veel te vroeg. Ja, buk hem af! Nee! Ja, nee! Ja! Nee! 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 Nee, Esther, dan wil ik het in mijn eentje doen! Ik denk dat je gaat verliezen. Ik denk het ook.
toren is gewoon sterker. Ja? Oh, oké. Okay. Niet gaan, niet gaan. Oh, hij gaat. Nee, dat is de toren. Dat kan. Ik ook proberen. Oh, nee, oké. Ja. Okay. Af net, af net. Oh, dit is echt een spannende wedstrijd. Ja. Oké, okay, heb je hem? Nee. Wat is een toren veel sterker? Ja! Nee, nee, nee! Oh. Nee, nee! Nee, nee. 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 We zijn dood, ik heb hem verloren. 2 tegen 1. Oh god. We gaan hier gewoon met de auto wegrijden. En nu burgers heel veel. Ja. Die Wolfie Boy verdient. Ik hem in. Verdient de cash niet. Ja. Nee, die Wolfie Boy heeft echt helemaal niks gedaan eigenlijk. Die heeft alleen maar. Ja, ik heb hem al in het begin had ik hem al afgebeukt. Of nou ja, we hadden ook een Centaur moeten pakken. Ik had een Centaur al geselecteerd. Alleen jij zei dat onze auto beter is. Ja, onze auto wil alleen maar omhoog wippen. Daar is onze auto goed in. Je kon helemaal naaien. En zeg maar, wij zijn over Power 10. Maar wij ook vierde players zijn met 2 mensen. Weet je hoe klein dat helikopterplatform is als je met 3-4 mensen erop zit? Ja. Ja, maar extra, ik had het in toen nog gepakt. Jij mag gewoon niet laten gaan. Oh. Ik zat op. Ik ze ook alweer geboekt. Oké. Go! Wolfie Boy! Is dat niet goed? Oké, dan doen we die Iron Legend. Die pakken we dan wel op het einde. Oh, hij heeft me bijna. Oh, ik help je. Nee! Ja. Oh, ik heb het allebei bijna! Oh, wat? Ik heb de legend eraf! Oké, lekker. Oh, die Wolfie Boy lijkt er gewoon af! Lekker! Die Wolfie Boy. Yes! Die Wolfie Boy die reed er gewoon af, hè? Ik dacht gewoon, yo! Oh, maar ik was echt blij! Maar toen ik die Iron Legend had, wist ik al dat ik gewonnen had. En toen ging Wolfie Boy en dan ook nog afrijden. Ja, maar ik, Esra, omdat ik een beukte, vind jij eraf, maar dat is niet zo heel erg meer. Nee. Was hij er tenminste af, en ook bijna die Wolfie Boy, had ook bijna een strike ook nog. Was ik helemaal hype geweest. Dit wordt wel een lange opname. Het wordt wel een lange, maar ook wel eens een keer een leuke opname. Ja, dit is wel een leuke, ja. En we zijn ook wel zo goed, hè. We zijn echt zo'n 4 dagen, 3 dagen in actief geweest, ja. En de kostpotentials die ging gewoon fout. Ja. Ja, was niet zo leuk. Was, ja, het regende en je hoorde niet zo goed. Ja, we zeiden als een hoesje om je hoorde was niet zo goed. Nee, was niet. Ja, dus daarom hadden we maar gewoon niet goed. Eerst die Wolfie Boy, dan gaan we op de Iron Legend. Oké, ik oh god, we zitten weer aan de kant. Een slipje trekken. Oh, ik heb Wolfie Boy. Don't worry, ik heb hem. Oh, ik dacht dat ik hem had. Yes, ik ga ook voor de Iron Legend! Wolfie Boy. Dag Wolfie Boy. Dag Wolfie Boy. Ah. Oh, ik ga ook voor de Iron Legend. Uh-oh. Oh, ja, we zitten er nou. Ja, nee, Wolfie Boy. Wolfie Boy zit misschien goed. Ah, jongen. Oh god. Nee, extra! Yes! Ik heb hem gedodged! Esra, ik heb hem gedodged, hè? Ik dodge niet de toren echt geleden. Oh, nou, maar die Wolfie Boy kan toch niet zo veel als ik gedood. Ja, je hebt hem al lekker. Oh nee. Dan bijna. Ja, ik help je. Ik had je even geholpen. Met je slippen altijd. Ja! Okay. Die Wolfie Boy is echt nooit! Die rijdt een derde stost hier af! Al 2 keer al. Ja, die Iron Legend, dat was zijn beste gewoon, omdat hij gewoon een goede auto heeft. Ja, maar. Maar alsnog, we hebben al wel 2 keer van hem gewonnen. Nee, maar. Die Wolfie Boy is ook even 180, hè? Ja. En mijn extra die Grand Theft Auto 5 doet, die is level 627. Die Grand Theft Auto doet. Oh ja. Ja.
Maar ja, boeien. Ik had ook iemand gezien die iets in de 656 was. Ik heb iemand gezien die Trinity Repeat was 6627. Ik heb een foto met mijn telefoon genomen. En maar 600, 6000, dat kan gewoon bijna niet. Nee, dat is onmogelijk. 6627. Kom, dat heb ik dan moet je misschien elke dag hebben gespeeld. Ja, even fulltime. Ja. Oh! What the fuck? Wat mag ik dat? Hier, beuk mij. Yes. Beuk mij. Yes. I got him. Maar Esther, wat gebeurde daar aan het begin? Die vent lanceerde ik helemaal, zag je dat? Ja, wij vlogen helemaal de lucht in. Heb je het opgenomen? Volgens mij wel. Ja, want kijk, we gingen op elkaar, ik vloog een stukje de lucht in en hij vloog een heel groot stuk de lucht in. Ja. Oh, maar zo kunnen we uiteindelijk het gewoon rekken. Gewoon een beetje lanceren. En dat kan deze auto wel, maar alsof is een Torno, die is wel echt wel... Nou, we hebben al wel drie rondes gewonnen tegen, hè. Nou, we moeten ook iets langer in de game blijven, want dan krijgen we ook meer geld, hè. Dan krijgen we allebei 5k. Ik wil gewoon winnen. Ja, ik wil gewoon weer Escha. Weet ik weer die goede auto op dat eiland zien we worstelen. Oh, sorry, ik moet hem doen. Oh ja, de Biffy of zo. Of de Bifta. Ja, Escha. Bifta. Escha. Pardon, ik heet een boer. Dat is altijd gewoon netjes pardon, hè. Pardon. Nee, er zijn toren gewoon. Ah, Wolfie Boy. Oh, daar gaat zijn de toren weer. Ik heb Wolfie Boy er al. Ciao. Wolfie Boy heb ik er al. Oh, Escha, help. Leuk aan buiten. Oh. Nee. Oh, maar dit is... Nee! Hij heeft hem gewoon met zijn achterkant. Oh! Heb je hem? Ja, hij wil me aanrijden, dan ging hij onder mijn door. Ja, jij werd dus geschat. Oh, ik heb 28k! 28k! Wat? Ja, we moeten ook. Ik denk omdat we zoveel rondes achter elkaar begonnen. Ja, ik ben natuurlijk wel de beast, hè? Nee, ik ben de beast. Ja, oh nee, jij was trouwens de laatste beast. Ja, dat was echt super grappig. Maar zag je zo jou, dan zag je ineens dat je ineens op je buik ging slaan en zo. We hebben nu misschien al 50k voor één zo'n potje, hè? Ja, hoe fucking fan. Dan moet je wel veel binnen, hoor. Ide Legend, zal hij op continue drukken? Zal hij het doen? Of zal hij gewoon niks doen? Oké. Volgens mij heeft hij op continue gedrukt. Oké. Ja. Nee, ik ben de laagste van deze hele lobby, maar ik heb wat nu te wel een meeste kill, zo grappig. Ja. Oké, Esra, we gaan niet... Oké, weet je? We gaan de Bifta. Ja, Bifta, die heb ik. En het andere team... Ide Legend heeft nog niks gedaan. Hij had het best wel lang. Oh, als je deze kan... En nou doe je het! Oh. Nu! Doe het nu, Ide Legend, anders wordt het heel boos. 3, 2, 1, bam! Bam! Ik ga het bij de 1 seconde doen, ik ken zo'n mens. Oh, dat doet hij helemaal niet. Ah, ja, ook goed. Oké, okay, ik heb de... Yes! De Bifta of zo. De Bifta! Kun je dus Bifta voor doen? Vind je deze geniaal? Ik hoop dat er een van de Sand Cruiser heeft. Nee, ook de Bifta. De Dune Buggy is dat. Nee, ik val er nu al af. Ide Legend is van AFK, wat een meld. Ik ben er nu al af, hè. Oh! Wat is er? Zag je die Wolfie Boy? Esra, ik krijg die Ide Legend er gewoon niet af. Neem maar aan. Kijk uit dat hij niet opeens weggaat, hè. Ja. Ik kom niet weg. Zit je vast? Ja. Oh, wacht.
What the fuck? Rachel, je moet er via de voorkant beuken. Via de voorkant dan. Want al, daar staan ze. Ja, ja. Oké, gewoon zo. Oh. Ah. Ah, come on! Is Wolfie Boy ook dood? Ja, die vloog helemaal over me heen. Ik dacht dat hij nog leefde. Maar... Oké, ik ga gewoon onder mijn... Ik weet dat ik had hem bijna, zag je dat? Ja. Jezus, hoe kun je ook met zo'n vent af? Oh nee, je valt bijna. Ik ben bijna verslagen door een AFK vent. Ja. Kan jij niks? Nee. Nou, dat is leuk. Ja, wat een leuk. Kan je niet achteruit? Oh, yes. Ja, ja. Mijn auto is ermee opgehouden. Echt? Ja. Oh. Is die motor kapot? Nou is die weer... En nou is die weer, nou is die weer online. Ja! Hij is eraf. Ik zie hem echt zo'n dode bunny drijven. Maar hij heeft weer kapotsterke auto, hè? Ja, maar dat is een Doom buggy. Daar kan de Bifta niet zo goed tegen. Ja, dat zie ik. Hij heeft weer de perfecte auto tegen ons. Alsof hij weet wat wij wat voor auto wij hebben. De Wolfie Boy heeft die auto ook, hè? Ja, Wolfie Boy is gewoon echt... En de Wolfie Boy wou ook gaan rammen en die vloog over me heen. Mijn Esra, mijn motor gaf het er gewoon weer op, zag je dat? Ja. En toen was hij weer online gekomen, toen flikkerde hij er volledig af. Ja, toen ging hij proberen weg te komen en toen viel hij eraf. Ja. Wat was slecht van hem. Ja, gewoon... Mijn huis is wel weer online, want dat is jammer. Voor mij was dit potje best wel saai, want ik werd gelijk aan het begin al door Wolfie Boy. Kijk, toen werd ik... Wij gaan eerst op Wolfie Boy focussen. Alleen deze hoop is een beetje moeilijk. Focus op Wolfie Boy. Oké, ik heb een goede start. Oh, Wolf, dat is Wolfie Boy. Oké. Cool. Oh nee, hij is wel. Hij is. Kom, samen. Dat is twee cheetahs. Oh! Wat is hij dan? Ja, maar we kunnen hem niet beuken. Ja, hij is echt vies. Kom hier, help mij. Oké, hier. Ah. Oh, samen nou, samen. Oh! Ja, ja! Oh, yes! Lekker! Lekker! Hier op branden letje! Ja, we hebben een winnaar! Oh, yes! Ik denk dat we weer extra. 15k! 15k! Let's go! Altijd! Oh, ik heb al bijna de 100k aangetikt, denk ik. Ik denk het ook. Maar ik wil heel graag een nieuw appartementje hebben. Ik wil graag een nieuwe garage. Alleen ik ga dat nu nog niet kopen. Ik kon hem net al bijna kopen, maar dat deed ik nog niet. Ja, ik wil best wel graag een gewoon een cool autootje. Ik ook wel. Ik ga denk ik sparen voor een coole auto. Maar ik weet nog niet welke. Ja, ik kan gewoon even wachten tot ik mijn geld allemaal uit ga geven. Oké, maar hier kun je... Oké, hier moeten we echt de ISSI selecteren. ISSI confirmed. Ja. Ready to play. Ready. Oh, ready. Ah, gaat... Oh, ze zijn allebei nog niet ready. Een bot? Oh, dan gaat de Legend weer heel lang wachten. Nu. In mijn oog is helemaal een bloedvlek. Hij doet gewoon weer niet redden, jij die man. Ik dacht heel even dat een lamp van een lantaarnpaal een cargo-pop was. Maar dat was niet zo. Dom, hè? Ja. Oké, let's go. Deze lantaarnpaal. Achteruit. Deze lantaarnpaal dacht ik dat het was.
Goed water boy. Oh, dan hebben we ook al bij de IC. Ik ben gewoon de beste deze. Help! Oh, ik heb een campspotje. Ik ook. Oh, waterboy! Oké, okay, kom maar aan. Waterboy straalt weer af. Oké, okay, ik wacht op hem. Ik deed het niet. Okay, ik ga de andere kant staan. Oh, gaat hij weer AFK? Nee, ik wacht, oké, wacht. Oh, hij doet de dak naar beneden, nu! Yes! Oh. Lekker! Huh? Nee, wat? Bij mij glitchte die weg. Ja, hij respawnde! Wat? What the fuck? Oh, oh. Ik lig op hem! Hij kwam zijn dak naar beneden knallen. Daarom stond hij aan de kamer. Doe ik ook. Ik ook, ik niet. Oh, hij is er bijna af! Ja! Ja, lekker! Als jij hem niet had, had ik hem. Eeuw, dat is gewoon je dak. Hij is net niet naar beneden kunnen gaan. Jammer, jammer. Hij is net niet naar beneden kunnen gaan. Ja, AFK. Yeah. Als we bij alle potjes van deze 5k krijgen, zou het toch chill. Oh, ik ben vergeten 4 rounds in te stellen. Dan krijg je meer geld, hè. Als je hebt gewonnen. Oh, nu, ja. Als we deze niet winnen, we moeten deze eraf gaan. Als we bij deze zo meteen eraf rijden, dan krijgen we meer geld. Want dan hebben we meer rondes. Nee, ik ga ze gewoon wel rekken. Kom, we gaan goed proberen. Oké, okay, maar dan hebben we niet zo, krijgen we maar weer iets van 15k. Ja, boeien, dat is leuk voor de kijkers toch dit. Hoe lang zijn we de boot aan het opnemen? Ik denk het van 40 minuten al. Ik denk het ook, het is heel lang al. Ja, nou, maar het is gewoon heel leuk. Ja, nog steeds. Ik bedoel, ik heb niet echt het duikje. Want ik dacht, wij wouden even wat geld gaan verdienen. En toen dachten we, hé, laten we niet gewoon iets gaan opnemen voor de kijkers. Ja, ja, dat is wel leuk voor de kijkers. Esra, pak jij dan de intro ervoor als een nieuwe? Ja. Oké, ga jij achteruit en dan ga ik deze kant op. Ja, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ik moet met Island Legends gaan vechten. Oké, okay, Wolfie Boy is hier ook. Oh, ik zie hem wel. Wolfie Boy straalt er bijna af, hè? Wolfie Boy straalt er bijna af. Oh, zag ik even hoe easy ik hem eraf kreeg, die Wolfie Boy. Je helpt me met de Legend. Oh, de Legend. Oké. Ik ga achteruit rijden, dat was helemaal in. Oké, hier, ik heb hem nog wel. Nee, Esra! Ik heb hem wel. Je bent hier bijna af. Ik heb de Legend ook wel, hè, Ida Legend, dus. Ja, maar jij vloog toch ook uit je auto, geloof ik? Nee. Oh, dat dacht ik. Oh, dat vloog Ida Legend helemaal uit zijn auto, jezus. Ik heb alweer... Ik heb nog geen matchwinner erbij staan. Ik heb nog steeds een zwart scherm. Oh ja, matchwinner. Hey, winner. Oh, doe maar. 12k. 12k? Ja. Ik ben bijna level 37. Oké, de laatste, maar we gaan niet bij de laatste. Waar ben jij? Ik ben een solo winner. Hallo. Oké, dat is de derde, hè? Het is toch ook. Oh nee, dat is de. Deze wil ik lekker dit even. Nou is die weer goed. Ja, continue. Oh, maar die oude legend die gaat dan geen continue. Oh. Dat was toch gewoon AFK? Op zich niet zo heel erg. Wie is beter? The Legend of Wolfie Boy? Ja, I The Legend. Ja, deze man! Jongens, we gaan niet met die ene. Oh nee, Wolfie Boy is geliefd. Oh. Zo, invite allemaal mensen. Oh, wacht even, mijn tv wordt bijna automatisch uitgeschakeld. Oké, nu niet meer. Nee. Oké. Even kijken. Auto invite. Ik heb auto invite aanstaan, dat is goed. Invite nu allemaal mensen. Dylan gaat naar zomerkamp speciaal voor gamers. Wat Dylan, Dion, die gaat naar zo'n speciaal gamers. Zomerkamp speciaal voor gamers, what the fuck? Wolfie Boy is geïnvite. Om een gamevakantie te hebben. Gamevakantie? Leuk. De mensen die voor 5 hier zien, kan het ook weer mee gaan spelen. En niet op nieuwe mensen, dat is ook altijd leuk. Dion is 12 en hij komt hier ook vanaf zijn 7e. Niet alleen, maar met zijn broertje en zijn ouders. Een echt gamegezin dus. Zijn ouders gamen ook van dat jongetje, what the fuck is dat joh? Ja, die is ook best wel heel erg ook heel veel van gamen. Mijn broertje ook.
Ik ga met zijn ouders en zijn broertje er naartoe, Escha. Waar naartoe? Naar Gamerkamp. Een speciaal gamekamp. Wat? Oh, daar wil ik ook naartoe. Naast het spelen van spellen kijkt Dion ook graag naar video's van bekende gamers zoals bijvoorbeeld Crabblepop. Met ruim 7 miljoen volgers is hij de bekendste Nederlandse gamestreamer. Maar vergis je niet, Crabblepop is niet één persoon, maar een bedrijf dat uit 10 personen bestaat en miljoenen euro's per jaar verdient. En Crabblepop is nog niet vergeleken met PewDiePie. Deze Zweed heeft 56 miljoen volgers en verdient ongeveer 12 miljoen euro per jaar. De 19-jarige Femke is ook in ervaring. Hoi! Oh yes, iemand is joining. Come Nizzle joined. Hij heeft zo'n 6000 volgers. We moeten mensen langzaam echt van goed kennen, de namen ervan. En dat is hou van kwaliteit, ik wil graag dat mensen het ook kunnen kijken en goed van kunnen genieten. Voor Campzone ontmoet hij Femke. Hey. Dion, en zij geeft hem alvast een paar goede tips. Het is ook heel erg belangrijk dat je wel onthoudt. Huh? Waar ben jij dan? Huh? Allemaal, oké, ik kom naar jouw team. Zit je in mijn, oh ja. Oké, vehicle. De eerste moeten we... De Issy. Issy, ja. Zet hun ook even bij elkaar. Purple team requires one player. Ja, poeie, wees toch een match. Ah, hij is... Oh, oké. Okay. Ik heb het niet goed. Het is 3 tegen 1. Oké, Esa, kom dan. Rekken we eerst die andere ventjes. Waarom ben jij aan mijn team gegaan? Het moest. Waarom? Want er moest nog een goede team of nog een player erbij. Nee, maar nu... Nu moet ik tegen jou. Huh? Ja. 4? Oh, kijk hier, dat zijn al... Ja, dat zijn al 4 teams. Oké? Okay. Ja. En schijf, ik zit in de groene mini. Jij? Oh, in de oranje. Oké, okay, kom, ik wou eerst de blauwe vent erop. Oh, jongen, hoe kunnen we ooit mensen afbeuken? Nee! Oh, en ik zit op een perfecte plekje. Nee! Een perfecte plekje, echt. Nou, die roze auto eraf. Oké. Okay. Oh. Ja! Nee! Help hier! Nee! Wat een hek! Oh, jezus! Hoe kan ik nou met die vent eruit afkijken? Ja, nee! Nee, ID Legend moet eraf. Wat is dat? ID Legend de groene? Nee, de blauwe. Ik ben de groene. Ik ben de groene! Oh. En hou die vent eraf. Nu jou eraf. Oh, ik ben in een bakje van schilders gevallen met een poppetje. Wat? Je bakje van... Oh, en dat... Ja, je bak... Ja, dat ben ik wel even... Ik was in de... Ja, wat? Jij bent tweede. Maar echt, kom ze dadelijk gaan we weer teamen tegen hun en dan gaan we ze dadelijk gewoon als een mano-mano doen als we iedereen eraf hebben. Ja, oké. Okay. We gaan tegen elkaar. Maar dan mag je nou elkaar nog niet eraf beuken zoals dat ik denk. Ja, eerst hun eraf. Ja. Die kan niet door in de island. Er is nog maar... Dit is de laatste ronde die er nu komt. Want je kan maar 2 rondes selecteren. Oh, you have been kicked from the missing. There are not enough players. Als we nou van een lege basis dan? Oké, ik ga even kijken hoeveel geld ik heb. Denk heel veel. Ik ook. Ja, ik denk iets in de 100k. Meer, 150 denk ik. Dus ook met ook met mijn 60k er nog bij. Oh. Ouderen als de dood voor horrorlift. In ieder geval 100. Slechter been zijn en in een appartementencomplex wonen waar de lift het keer op keer. Weer lekker in de tropische hitte de hele dag met de tram. Logisch dat mensen in Schavenbeel het goed bij zijn. En het is brandweer nog een paar keer geweest om dit te bevrijden. Dus het is niet gedaan. Ik ga de
Hoe lang heeft die pas gezeten achterblijven? Ja, een keer. Eén keer een uur. En voor de rest is het ruimhalen. Ah, come on, please, 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 autootje, autootje, het is wachten tot wij gewoon weer... Ik heb veel geld, kun je het al zien? Ja. Oh, ik ben ook steeds... ik ben nou pas weer op GTA. Zal ik wachten om een snellere... Oh, yes, ik heb, Ik heb nu 117k. Ik weet het niet, ik ga even kijken nou. En 58k erop. Ik heb 113k. Zullen we nou samentjes naar de militaire basis? Ik wil even kijken of er een leuke auto is. Met 117k kan ik al de garage kopen, maar ik weet niet of ik dat nu nog wel wil. Ik ga even kijken naar een auto. Ik wil best wel graag een auto. Ik pak even stiekem op mijn auto, ik wil dus eventjes niet meer. Even kijken. Warstock. Is er een leuke auto voor 117k Warstock? Sowieso niet, maar... Voor 117k. Even kijken hoor. Wat is dit voor rare sessie? Ik heb hier, waar is mechanic? Ja, deze is mooi, deze is brus. Nee. Ik kan niet eens mechanic bellen in deze sessie. Wat is dit voor rare sessie? Mechanic? Oh ja. De dub staat 6x6. Ik ga jou... Ja, die is echt cool. Ja, die wil ik graag. Ik ga jou joinen. Zit je niet bij mijn sessie? Nee, maar dat was een hele rare sessie. Ik had de helft van mijn contact, ik kon geen mechanic en zo allemaal me bellen. Oh, ze zijn helemaal niet. San Andreas Autos, superautos.com is altijd wel leuk. Sort by price. Doe maar eerst maar, toch maar van duur. Zeker niet hiervoor, ons, voor die oudere mensen. 117. Yes, uiteindelijk kom ik. Oh ja, deze kun je heel grappig tunen. De Klasse Rhapsody. Die kan je volgens mij vinden op de straat. Die kunnen zo'n toneel. En schouw, kun jij goed doen? Zou een Infernus wel niet zijn? Ja, Infernus. Ook heb 2k erbij gekregen. Voor keeping, goed gedoe. Nou, helemaal mooi. Deze is ook wel nice. Maar deze kun je ook gewoon op de weg vinden, dus die ga ik niet kopen. Nou, ik ga even kijken op de weg of er leuke autootjes zijn die ik kan tunen. Dat doe ik best vaak. Gewoon op de weg kijken, zodat je niet hoeft te betalen. Zo chill. Ik weet niet hoeveel hoe duurzaam overhoud in furnace zijn. Ik zie het niet in de furnace. Furnace hier. Oh god. De furnace is 440k. 440? Ja, dan heb je een furnace. Nee. Ik zou dat toch niet doen. Ik ga even bij Benny's eventjes een auto. Ik ga even bij Benny's mijn Karuma pimpen. Karuma, Armored Karuma. Ja, tuurlijk. Ik zou niet bij Benny's doen. Dat kan je volgens mij hetzelfde doen. Bij die andere. Ik heb ook nog bij Benny's moeten spelen, dus dat ga ik gewoon een keer doen. Dan ben ik een beetje maar uitzien. Oké. Ik ga nu denk ik niet meer bij Benny's. Ik wil het één keer doen. Oh, echt schaam, ik zie je wel. Waar zit ook weer Benny's? Waar zit het ook weer? Bij de Mar en Lester. Oh, nou weer kapot. Tuurlijk! Ben ik alweer vermoord door een fucking jet. Zal ik even... Zit lekker in je armor, Karuma. Ja, heb ik weer niet. Ik kan de mechanic niet meer bellen. Waarom niet? Ook niet op de straat. Ben je op de straat? Ja.
Baby, je hebt een 5k bounty op je neus. Yeah, what the fuck? Ik kan niks, ik kan de mechanic niet meer bellen. Dat hij niet meer in contact te staan ineens. Om me niet over te lachen, dat vind ik leuk. Wacht op. Hou op. Wat? Nee, maar ik heb niet meer in mijn contact te staan. Ja, dan kan ik niet meer herkennen. Dan ben ik je Kuruma kwijt. Je kan het toch gewoon bij je garage. Ja, dat ga ik echt niet doen. Nou, ik ga lekker in zo'n vliegtuig zitten. Esra, kom aan het vliegveld, dat is leuk. Nee, ik ga eens eventjes deze auto pimpen. Waarom ga je een auto in de straat pimpen? Die ben je zo weer kwijt. Nee hoor. Nou, één keer dood en dan ben je een mooie autootje kwijt. Ik kan hem ook eerst in mijn garage zetten. Hallo, die auto. Die man. Deze auto kan je best goed pimpen hoor, van de straat. Van de straat, maar ik weet het. De straat is soms best coole auto. Mijn granaat gegooid. Dit is goed om een beetje banshee of zo. Dit zijn een beetje stuurs. Ik pak gewoon deze auto. Oh, ook sport zou ik nog gewoon dit. Hoe dan? Ik moet gewoon eens boeken. Net als is in een sport. Oh ja, die chill ook wel. Oh, Esther, heb je een bounty op je kop? Weet ik niet. Oh! Met een bounty op je kop. Een 5k. Weet je dat? Dat had ik even, kon je het in de chat zien. Waarom de fuck kan ik niet zo'n mechanic bellen? Ik wil gewoon mechanic bellen. Mijn contact zijn ook ineens helemaal omgewisseld. Ik kan alleen maar Lester bellen. Oké, okay, als ik dood ben, zo daar, dan ga ik even een restart game doen. Oh, deze auto. Ik ben kapot. Oh, kakjes. Esra, kom je in de militaire basis? Zometeen, ik ga even mijn auto tunen. Oh. Ik zie niks in effecten. Mama Mano. Hoppakee, ga maar lekker. Wacht wel even, jij. Ik wil toch kleinere auto's te gaan beuken. Dat is geen plan in jou, of niet? Oeh, dat is. Oh, oeh. Mijn vent is bijna. Joh. Kom op, iemand die staat er bij de tune shop, noem ik het nu maar even, om gewoon mij te killen. Zag je dit dan? Wat doet hij? Ik had even een koffie op mijn keuken gehad, wat was er? Wat staat iemand te doen dan? Ja, waar staat hij? Nee. Staat hij gewoon te campen en dan gaat hij mensen neerschieten. Waarom rijdt hij niet even één snelle auto? Ik heb alleen maar van die poepdingen voorbij komen. Ah, ik moet een keer een furnace hebben. Lang dat ik een keer een furnace weer had gevonden op straat. Ai. Oh, militaire basis, yes. Ik heb het gevonden. Ik moet bijna eten. Oh nee, oh, vrachtwagen. Oh, wat mooi. Ik heb gewoon een vrachtwagen, maar ik ben wel vaak. Als ik een jet heb, kom ik even over. Ik kan stelen. Ik vind het echt heel mooi zien. Ah. Oh nee, weer een politieauto. Waarom rijden die zoveel?
Nee, ik kan niet stoppen. Oké, dan gaan we omdraaien. Oké, en dan gaan we deze maar. Deze auto, deze auto, deze auto, deze auto, deze auto, deze auto. Mop, iedereen zit daar, zit bij die shop gewoon, heet het. Yes, vermoorden. Ik heb een nieuwe auto. En ik wil alleen maar die auto tunen. Yes, ik heb alleen maar zo'n auto gewoon die hier rijdt. Ja, we zijn bijna klaar. Fucking crazy. Yes, oh, stop, oké, in één keer open. Perfect. Oh, no. Ah! Oh, twee wielen. Lekker even een karrebop knallen. Altijd leuk. Karrebop en een bop knallen. Ja, nee. Oh, ik hoor ineens ontploffingen. Ik hoor de ontploffingen. Esther, ik heb eindelijk een snelle auto gevonden die bij de militaire basis rijdt. Een auto met zo'n met een hele kleine spoiler en een beetje een verhoging op de achterkant. Een hele kruisje vullen, kom maar sport. Nee, moet jij autootje, moet jij autootje. Ze rijden allemaal langs mij. Poepels. Oh, ik ben er eindelijk in. Het duurde zo lang. Oké, Escha, ik ben van een militaire basis weg. Oké. Okay. Ga nou eventjes iemand killen. Een player. Hij zit in zijn huisje. Ik heb hem geschoten. Ik heb hem geschoten. Oh, hij is uit. Het is pas weer. Ah. Rocket. Beam. Boom. Boom. Appakee, ik ben dus even door zijn politieauto's neergehaald. En schrijf, kom maar de schatten met mijn jets. Een politieauto neergehaald, weer een politieauto neergehaald. That's a beauty right there. Brakes. Appakee, drie dubbele explosie. Oh, een helikoptertje, een helikoptertje. Homie. Ah, leeflog, heb ik mijn ding ontwikkeld. Oh nee! Light smoke. Oeh! Ik maakte een loop op een hele korte afstand boven het water. Ik overleed het net. Yes, ik heb een flying erbij gekregen, Escha. Ja? Yes! Kun je dan. Zo, ik. Oh, ik zie daar een vliegtuig in de lucht wat stil hangt. Ik zie een andere jet van iemand anders. Ja, of long? Cool, dus ik, Escha, ik ben een iemand met een andere jet, die was gewoon AFK. In een jet? Heb ik nou neergehaald? Ja, in de lucht, want dan hangen die gewoon stil. Oh, dat is een Hydra. Oh ja. Oh, bijna ben ik dat. Oh ja, ik zie hem, ik ga hem lokken, ik ga hem lokken, ik ga hem lokken. Ik heb hem in het vizier, ik heb hem in het vizier. Dood, met je Hydra. Nee, zit, hij heeft zich allemaal weer gedodged. Dan ben ik gevecht en dan kom ik. Ja, met een Hydra. Dan gaan we even. Oh, ben ik. Kijken, oh, die Hydra's. Oh, ik heb een Hydra gekild. Hoef spoiler. Oké. Okay. Escha, wil je mijn jet hebben? Kom naar Escha. Wil je mijn jet even overnemen? Yo, jet. Kan mijn kennis in de contacten? Nee, ik weet niet. Ah, oh, zo stom, hè. Ik krijg er gewoon geen. Ik heb gewoon. Skirts. Kom op, prima. Ik moet dood. Waarom wil niemand me killen? Oh, het wordt gelokt. En? Oh, ik heb een missen ontweken. Oh, van shit. Die Hydra? Nee, van iemand met een homing lounge daar al. Oh shit, die ging echt zo close achter. De hele tijd langs mij. Er lag even een koppeltje. Oh, dan play je met een helikopter. Die gaan we nog even neerhalen. Dus dat is leuk. Wat past een beetje bij deze auto? Schat, dus ben ik echt iedereen aan het killen in de hele lobby. Deze is gewoon rustig te. Ik denk dat de kijkers het leuker vinden om het mijn mee te kunnen kijken. Ik ben het een beetje actie.
Ja, even deze man neerschieten. Die nare man. Oh ja, ik heb hem met plezier, Oh, hij is eruit gesprongen, die vent. Oh, ik bedoel, even rammen. Met mijn vliegtuig. Ik denk dat ik hem oranje. Oké, dan ga ik alle. Oké, dan mag ik eventjes alle akba op de politie doen. Kom, mijn vliegtuig neerstort op de politieauto. Right orange. Okay, YOLO! Second week. Ik ben dood. Oké, dag Escha. Escha. Doei. Dag kijkers van Brass. Ja. Dan gaan we nu ook gelijk stoppen, oké? Oké, Bram is dus geliefd, dus ik ga nog even wat deze tune afmaken en dan ga ik met jullie afsluiten. Dan kunnen we nog het eindresultaat van deze auto zien. Oh, dit is wel nice. Die zwart past er mooi bij. Dan doe ik even kijken. Spoiler. Oh. GT Wing. Drift Wing en een. Ik doe denk ik de Drift Wing. Die ziet er wel lijp uit. Suspension, de laagste. Transmission, die. Hoogste. Wheels. Wheel color, dan moet. Black. Of Midnight Purple zit er ook. Ziet er ook wel cool uit, altijd. Ik denk niet dat ze die hier hebben. Of wel, oh ja. Midnight Purple vind ik wel cool. Zo. Die gedaan. Tires. Tire design. Die erop. Tire enchantments. Bulletproof. We wachten nog. Black. Black tire smoke. En dan doen we nog. Kom. Heb ik nu alles al? Engine, bumpers had ik ook al, brakes, armor had ik ook al. En dan had ik alleen nog, dat had ik nog niet. Ik ben nog iets vergeten. Respray, nee. Plate was ik nog vergeten. Die mag even, yellow on black. Cool uit. Zo, en dan lost theft protection, full coverage, lights, headlights, neon kits, nou, maar dat is een beetje zonde, dus even niet doen. Doe alleen. Kijk, headlights. Die en dan. Toen we nog. Oh ja, bij de. Hoed had ik al. Alleen nog de wheels. Bulletproof. Best tires on the market. Is er dan nog iets wat ik kan doen verder? Volgens mij niet. Ik heb toch maar 4K over. Heb ik niet zo heel veel meer aan. Oh ja, de uitlaat. Oh ja, nee, dat had ik al. Nou, dan zijn we dus klaar met het tunen. In ieder geval. Nou, bedankt voor het kijken. Like de video als je hem leuk vond. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter in de comments. En ja, dan zie ik jullie later.